lampen meer. Voor het lampen halen. Zo jongens, nou, lampjes zijn gehaald, maar wat gaan we doen? Even een hele korte video over hoe je een leuke kerstvideo of kerstfoto kan maken. Wat je nodig hebt is dus inderdaad de lampjes wat ik heb gehaald. Ik heb even een stukje een brochure hier, maar het kan ook een stukje karton zijn. Mesje, schaartje en met name heel belangrijk, je lichtgevoelige lens. Met een diafragma van maximaal 2.8. Eigenlijk wil je lager zitten, maar dat is hartstikke mooi al. Maar wat je dan doet is inderdaad, je gaat figuurtjes uitknippen, dat voor de lens houden. En dan in plaats van de normale bokeh effecten, die balletjes, dan heb je mooie figuurtjes. Ik ga laten zien hoe je daar creatief mee om kan gaan. Hoe je dus inderdaad je lampjes ook moet plaatsen, zodat het ook echt inderdaad goed wordt toegepast. Lekker creatief. Dus met name eigenlijk gewoon veel doen en gewoon proberen. Ik zou zeggen, probeer het gewoon even uit. Het liefst een beetje donkere omgeving. Nu even op naar het doe-het-jezelf momentje. Dat was alweer een hele korte video zoals ik het zei. Je kunt het ook in video gebruiken. Wat je hier bijvoorbeeld ziet, ik heb even een boom gefilmd. Eerst even zonder het effectje. Dan zie je gewoon die ronde bokehballen. En daarna het effectje erbij. Dan zie je dus inderdaad de sterretjes. Ik moet zeggen, de sterretjes waren niet helemaal goed uitgeknipt. Dus de vormpjes waren een beetje jammer. Dus je moet het altijd even netjes doen. En wil je net even wat verder gaan, wat je ook kan doen, is heel leuk, is dus inderdaad de lampjes ook echt voor je lens houden. En omdat je dat dan combineert met het effectje wat je hebt gemaakt van de bokeh, ja, dan krijg je mooie dingetjes. Het lijkt er net alsof je wat meer 3D hebt, dat je ergens doorheen gaat. Een soort van omkadering, omlijsting zeg maar eigenlijk, waar je mee aan de werk gaat. Het is voor je foto en voor je video heel erg leuk om dat te doen. Net even wat meer kerst. En nu even weg, want het is helemaal in de knoop. Dat is dus even wat je kort te doen met lampjes. Koop gewoon lampjes, maak leuke foto's. Gebruik het in je social media uiting als je mensen een fijne kerstdagen wil wensen. Dit was eigenlijk weer de hele korte video. Vond je het leuk? Laat het even weten. Even een thumbs up. Blijf me zeker even volgen door te abonneren. En bedankt voor nu. Ik zie je volgende keer weer. Laters.